Welkom bij het programma Samenleven van Omroep Drimmelen. Dit keer ga ik op bezoek bij Dorien Vonk van Logier Zorg voor Mensen met Dementie. Zit ik hier bij Dorien Vonk en ik ga met haar praten over logeerzorg voor mensen met dementie en vooral om de mogelijkheden van die logeerzorg bekend te maken, want daar is nog heel veel te winnen. Dorien, kun jij iets vertellen over die logeerzorg voor mensen met de dementie? Ja, zeker. En er is inderdaad nog een hoop uh, te winnen. Uh, het is bedoeld logeerzorg voor mensen met dementie eigenlijk bedoeld om de mantelzorger te ontlasten, uh -huh. want het zorgen voor iemand met dementie dat kan behoorlijk intensief zijn. Um, en daarom is er logeerzorg. En dat betekent dat de persoon met dementie gaat logeren. Je kan dat van tevoren afspreken. Dus iets met een begin- en een einddatum. En dan kan de mantelzorger. die hoeft even niet te zorgen. En zijn die mantelzorgers hier blij mee? Ja, uiteindelijk wel. Maar, maar... maar het is heel lastig om de zorg uit handen te geven. Dat hè. Want zeker als, het heb, als je het hebt over partners, ja. hè, die zijn uh, hè, jarenlang getrouwd, hebben beloofd elkaar in goede en slechte tijden te verzorgen, en dan is het heel moeilijk om te zeggen van ik voel me overbelast. Dat, dat zeggen mensen al niet gauw. En ten tweede, je gaat dan ook niet zeggen je moet uitlogeren. Maar Rust hier een, toch een taboe op om dit te doen? Ja, er is een, wij noemen dat er wat drempels overwonnen moeten worden. En dit is er eentje van. En, uh, maar het is wel belangrijk als mantelzorger om goed voor jezelf te zorgen. Is dat de insteek waarom die logeerzorger is gekomen? Jazeker, want kijk, mensen kunnen thuis blijven wonen met dementie. Maar dat ligt wel aan de omgeving en de mantelzorgers. Of die er zijn en of die de energie kunnen opbrengen. En het volhouden. Hè, en het volhouden. Ja. En, uh, uh, en dat wordt nog veel nadrukkelijker probleem, omdat we natuurlijk minder plekken in verpleeghuizen hebben. Uh, het personeel uh, is een probleem, dus de mantelzorgers moeten het eigenlijk ook wel volhouden. En daarom moeten we ze ook ondersteunen. En als die mantelzorger dat zelf niet aangeeft, ik kan me voorstellen dat zo'n mantelzorger bij een huisarts, bij een POH komt. Met uh, klachten en die misschien toch duiden op overbelasting. Gaat een huisarts, een POH, het gesprek aan over die mogelijkheid? Nou, dat, in principe wel. Dat hopen we wel heel ja. erg. Want uh, uh, het is meestal de case manager-dementie die erover begint. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen ja. case manager hebben. Ja. En daarom hebben we ook de huisartsen, de POH's, de wijkverpleegkundigen, ook de, de maatschappelijk werkers. Welzijnsinstellingen, gemeenten. Die weten allemaal van de mogelijkheid van logeerzorg. En wij weten ook dat het voor mensen ook tijd kost om het aan het idee te wennen. Je zult het er dus, vaak erover moeten hebben. Dat moet, ja, en dan helpt het als je dat uit verschillende. Hoeken komt. Ja. He, dat ja. ook de huisarts zegt, god, dat zou misschien best een idee zijn voor jullie. Ja. En dan die um, case manager dementie, die komt dan bij mensen thuis, denk ik. Hè? Ja. Die, die, en wat gaat die dan doen? Nou, ja, die doet natuurlijk veel meer dan het hebben over ja, maar logeerzorg. Maar ook gericht. Als je het over logeerzorg hebt, dan, ja, ten eerste maken ze bekend dat het er is. Ja. En misschien dat je dan eens een maand of twee, drie later er nog eens over hebt, van, goh, we hebben het daar toen over gehad en er zijn mogelijkheden om een keer... Een weekend te gaan proberen bijvoorbeeld. Nou, ik, ik kan me voorstellen, als jouw partner. Dan ben je er misschien aan toe. En dan denk je van. Jeetjes, wat staat mij, mijn partner, daar te wachten? Hoe ziet het daar allemaal uit? Spannend, spannend. Gaat die case manager daar ook iets mee doen? Zeker. En, en uh, uh, je kan ook, ze kunnen ook gaan kijken. Hè? Ze kunnen natuurlijk een keer op een van de locaties gaan kijken. Een kopje koffie drinken. Nog helemaal niet met het idee om dan te vertellen van je gaat hier straks logeren, maar om gewoon de sfeer te proeven. Ja. En ik begrijp ook dat het goed in beeld gebracht wordt waar de behoeften. Liggen waar de zorgen ja. liggen en dat soort dingen, ja, de... hè? wat ook altijd een groot probleem is, natuurlijk. Van wie gaat dat betalen? Ja, nou, de, dat de, 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 de zijn twee grote mogelijkheden. De ene mm -hmm. mogelijkheid is via de wet maatschappelijke ondersteuning via de gemeente. Ja, en we hebben ook met gemeente afgesproken dat we het heel belangrijk vinden als preventie van overbelasting, mm -hmm. dus uh, al aan de voorkant? Aan de voorkant, heel mm -hmm. erg aan de voorkant. Ja, en ja. dan uh, kunnen mensen de indicatie krijgen vanuit de gemeente uh, om te gaan logeren. Dat mag 15 nachten uh, per jaar. Dat is niet veel. En je vertelt dat er een andere mogelijkheid is. Ja, nou, maar dit, dit is in ieder geval een mogelijkheid om mee te beginnen. Mm -hmm. Om ook eraan te wennen. En je kan ook, uh, als je ook meer zorg nodig hebt. Dan zou je vanuit de WLZ, dus de wet langdurige zorg, dan moet je naar het CIZ voor een indicatie. Een mensen hebben dat ook al. En dan kan je van daaruit gaan logeren. En dan krijg je meer uh, mogelijkheden. Dan krijg je veel meer mogelijkheden. Ja. En uh, ja. dat, zijn wel, dat is misschien wel op meer dan 100 nachten per jaar. Mm -hmm. En dat kan je verdelen. Je kan een keer een weekend, je kan een keer uh, een week. Er zijn mensen die gaan twee weken. Er zijn, uh, alle varianten zijn mogelijk. Waar ik dan aan zit te denken, hè, Dorien... Uh... Er zijn al mensen hier gedaan. Je vertelt dat 900 logeer, uh, uh, dingen zijn geweest. Hè? Weet je dan ook hoe dat bevallen is bij de mensen met dementie en bij de mantelzorgers? Ja. Kun je daar in grote lijn niet zo vanuit? Ik weet dat, dat, dat uh, een mantelzorger vertelde die zei: Ik heb gewoon op de bank met een boek gezeten. En daar kwam ze nooit aan toe. Want zij zorgde voor haar moeder dus, en ze had zelf ook een gezin. Dus die was altijd druk en dan moest ze ook nog. Hè, ja. uh, en die, die had gewoon ook rustig gezeten. Want de zorg voor mensen met dementie, zeker als het over je ouders of andere vrienden gaat. Je bent er altijd mee bezig. Er kan altijd gebeld worden, je bent altijd bang dat er wat gebeurt. Ja, er zijn ook mantelzorgers die zeggen: Ik kijk er gewoon naar uit. Ik ja. weet dat het over twee maanden. hij weer gaat. Die hebben het ervaren en die willen het. Die willen vaak. het vaker. En we zien ook. want het eerste jaar dat we deden. waren maar een beperkt aantal mensen. die nog een keertje terugkwamen. Ja. En inmiddels komt de helft. Uh, komt alweer terug voor ja. een volgende keer. Ik ga even naar de mensen thuis. Want ik denk dat er vast mensen thuis. mantelzorgers. of misschien kinderen van, van ouders met uh, dementie. Hè. die zullen denken: Ja, maar. Waar vind ik nou informatie? En jullie hebben een hele mooie website daarvoor. Ja, wij hebben een hele mooie website. De, de, de informatie kan ook altijd bij de case manager dementie of bij de huisarts. Maar er, er is een website www.dementiezorg.nl En hij staat hier onder in beeld. Dus. Slash logeerzorg. En daar vind je de folder. Daar vind je de locaties waar het logeerzorg is. En misschien als ik daar nog even iets over mag zeggen. Ja. Uh, we kijken altijd afhankelijk van degene die komt logeren wat de beste locatie zou zijn. Dus het is niet zo als je in de gemeente Drimmelen woont dat je per se naar Oosterhout gaat? Nee, want uh, uh, onze ervaring is dat de afstand voor dat logeren maakt niet zo heel veel uitmaakt. Want meestal gaat de mantelzorger zelf iets anders doen en die wil toch ook niet op bezoek. Waar het om gaat dat het een passende locatie is. We hebben, voor de voor de degene de, de die komt logeren. Die ja. moet zich daar prettig voelen, het moet ook veilig zijn... He, mensen die, die de neiging hebben om te gaan dwalen, die wil je niet op een locatie nee. hebben waar ze kunnen ver verdwalen. Ja. Uh, dus een passende locatie. Dorien, jij bent zo bevlogen. Wij zouden hier nog uren over kunnen praten. We hebben net al een half uur zitten praten. Uh, ik moet jou toch uh, gaan onderbreken en eind dit afronden. Ik wil jou heel hartelijk danken. En voor jullie hoop ik dat jullie gebruik maken van deze mogelijkheid. En kijk het filmpje nog eens een keer terug over een paar maanden als het dan meer speelt. Jullie ook bedankt en tot volgende maand graag.